ik ben Pepijn van Runnerstok en in deze video deel ik mijn ervaring over deze hardloopschoen, de Hoka One One Raincon. Ik vertel je in deze video wat ik leuk vind aan deze schoen, wat ik minder leuk vind aan deze schoen en ik beantwoord de vraag, zou ik dit paar schoenen opnieuw kopen als ze versleten zijn? Want wat mij betreft is dat de belangrijkste vraag die je over een paar hardloopschoenen kunt stellen. Namelijk dat als ze op zijn, ren je dan naar de winkel en zeg je tegen de verkoper, ik wil opnieuw dit paar schoenen. Heb je die nog staan? Geef me alsjeblieft nog zo'n paar. Aan het eind van deze video beantwoord ik die vraag. Als je nieuw bent op dit kanaal, klik dan even op het belletje. Op die manier abonneer je op mijn kanaal en krijg je iedere week even een melding dat ik een nieuwe video heb gemaakt. En in die video's geef ik je tips en tools over hardlopen. Wat vond ik nou leuk aan deze hardloopschoen? Nou, allereerst, deze schoen is echt extreem licht. Het is ook een racer, dus die zijn gemaakt om licht te zijn. Maar deze schoen is echt wel extreem licht. Want toen ik ze aan had, nou, ik had eigenlijk niet eens het idee dat ik ze aan had. Zo extreem licht zijn ze. En verder is opvallend dat deze schoen best wel behoorlijk wat demping geeft. En dat is bij racers ook wel eens anders. Kortom, dit is een redelijk comfortabele schoen. En dat komt mede ook omdat aan de onderkant van deze schoen kun je dat zien, er behoorlijk loopvlak zit. Dat is wel anders dan bijvoorbeeld bij de Nikes. Kortom, dit is een hele lichte, stabiele, snelle schoen. En dat vond ik bijzonder prettig. Wat verder opvallend is aan deze schoen, is het zogenaamde instaplipje. Dat is kenmerkend voor dit merk. En de stof die ze gebruikt hebben. Het is een soort gaatjesstof, doorkijkstof. En dat alles maakt natuurlijk dat deze schoen zo extreem licht is. Wat vond ik nou minder aan deze hardloopschoen? Nou, dat kun je vooral aan de onderkant zien. Want als je daarnaar kijkt, naar deze onderzool, dan zie je dat die behoorlijk snel slijt. Kortom, de duurzaamheid van deze hardloopschoen is niet heel hoog. Ik schat zelf in dat die 500-600 kilometer meegaat en dat die dan gewoon op is. En dat is beduidend minder dan een gemiddelde hardloopschoen die meestal tussen de 800, 900 kilometer, 1000 kilometer meegaat. Maar goed, dat komt ook waarschijnlijk omdat dit gewoon een extreem lichte hardloopschoen is. Ja, en daar staat dus tegenover dat die sneller slijt. Met een prijskaartje van tussen de 100 en 120 euro, vind ik dat redelijk. Wat ik overigens minder redelijk aan deze schoen vind is de inlegsol. Ik zal hem je even laten zien. Want dit is de inlegsol die Hoka One One in hun schoenen legt. Ja, en ik vind het helemaal niks. Ik vind het een stukje papier, karton, wat feitelijk totaal geen ondersteuning geeft. Waarschijnlijk komt dat omdat deze zool, je kunt het ook zien, is een aparte zool, enorm veel demping geeft. Maar voor mij werkte dat eigenlijk niet. Ik kreeg wat pijnpunten in deze schoen en dat had met name aan mijn linkervoet te maken. En toen ik mijn inlegsol ging vervangen door een ander inlegsoltje, waren al die pijntjes verdwenen. Welke inlegsol dat is, kun je zien aan de onderkant van deze video. Want daar zet ik even een linkje en dan kun je zelf die inlegsol opzoeken. Mocht je hetzelfde probleem tegenkomen. Tijdens mijn eerste run merkte ik het al. Dit is echt een racer. Hij is licht, hij is snel, hij heeft de neiging om je vooruit te duwen. Kortom, ik vond het een hele prettige schoen die ik nauwelijks voelde en die me echt hielp om snelheid te maken, om hard te gaan. Kortom, bij een snelle 5 kilometer of een snelle 10 kilometer, dan trek ik deze schoen aan. En ik denk ook dat je deze schoen prima kunt gebruiken voor een halve marathon. Waar ik wel aan moest wennen was, deze schoen is vrij strak. Met name hier aan de voorkant had ik wat issues. En ook aan deze kant, aan mijn linkervoet, kreeg ik wat pijnpuntjes. Mogelijk had dat te maken met de inlegsol, want toen ik die verving, toen was het eigenlijk verdwenen. De grote vraag. Als dit paar schoenen nou versleten is, ga ik dan naar de winkel om opnieuw hetzelfde paar te kopen? Nou, mijn antwoord daarop is ja. En dat heeft met name te maken dat deze hardloopschoen super licht is en een echte racer is. Dus als ik op zoek ben naar een racer, dan koop ik opnieuw dit paar schoenen. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft te maken met dat die, wat ik net zei, licht is. Maar ook dat je er super snel instapt. Ja, en ook de demping van deze schoen. En ook je loopvlak is behoorlijk breed. En daardoor ben je heel stabiel. Kortom, dat zijn voor mij prettige dingen die
ik in combinatie met een racer ja, echt heel goed vind. Wat ik minder vind aan deze schoen is natuurlijk de inlegsol. Dus ja, dat is wel iets waar ik rekening mee moet houden. Maar goed, misschien hebben andere mensen daar minder last van. Vond je deze video nou leuk? Klik dan even op het duimpje en abonneer je op mijn kanaal. Op die manier krijg je iedere week tips en tools over hardlopen en kan ik nog meer video's voor je maken. En keep on running!